Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een full face make-up maken met mijn oudste make-up. Ik heb een heleboel oude make-up die bijna niet meer wordt gebruikt. Een heleboel producten daarvan wil ik wel gewoon vaker gebruiken, want ik heb ze hier niet voor niks. Ik vind het ook echt belangrijk dat ik make-up die ik al heb wat vaker gebruik, zodat het ook een beetje opgaat. Want door mijn kanaal heb ik heel vaak nieuwe make-up. En ja, dan gaat toch al mijn aandacht meer naar die make-up, waardoor ik andere make-up een beetje vergeet. Dus vandaag wordt gewoon een full face met mijn oudste make-up. Ik heb ook al een video gemaakt met een full face met mijn nieuwste make-up. En die video vond ik ook heel leuk om te maken. En onder die video zeiden een heleboel mensen ook van: Sarah, maak ook een video met je oudste make-up. Dus dat ga ik vandaag doen. Het maakt ook niet uit wat ik van de make-up vind. Ik kan het misschien slecht vinden. Het kan misschien niet mijn kleur zijn. Dat maakt allemaal niet uit. Ik moet gewoon mijn oudste make-up gebruiken van elke make-up categorie. Ik heb wel een aantal make-up categorieën waarvan ik niet echt precies weet welk product ik nou echt het eerste had. Maar dan pak ik gewoon één van de producten waarvan ik weet dat ik die echt al het langste heb. Dus op die manier ga ik de video van vandaag doen. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Ik ga vandaag voor de verandering eerst beginnen met mijn gezicht. En dat was mijn ogen. Ik ga mijn gezicht primen met twee van mijn oudste primers. Ik begin met mijn VGS en Rouge of zo primer. Deze heb ik al heel lang. Ik weet even de precieze naam niet, maar ik zet het sowieso beneden in de beschrijving. Deze heb ik ooit gehad in een beautybox. Hij is ook bijna op, zoals je kunt zien. Deze is echt geweldig. Hij maakt je gezicht super mooi smooth. En dat vind ik echt top. Dus deze breng ik aan over mijn hele gezicht. Ik zei net dat ik er twee ging gebruiken, maar dat is helemaal niet waar. Ik ga er eentje gebruiken. Wat ik dus zo fijn vind hieraan is dat hij echt alles doet. Hij maakt je gezicht mooi smooth. Hij vervaagt hier een beetje je poriën. En hij zorgt ervoor dat je make-up er lang goed op blijft zitten. Dus hij doet echt alles in één. En vandaar dat ik hem zo fijn vind. Dan is het tijd voor fondue teint. Eentje die ik al echt veel te lang heb. Ik weet niet eens of hij nog goed is, maar ik ga hem toch nog gebruiken. En ik gebruik hem ook nog. Ik heb hem laatst nog in een aantal video's gebruikt. En dat is er eentje van de Primark. Deze heb ik ooit in een video getest van de Pri, waarin ik allemaal pre-make-up heb getest. Deze is echt geweldig. Is slechts 6 euro. Ik heb de kleur Toffee en hij is nog steeds te koop. Deze is echt al, ik heb die echt al 100 jaar, maar ik vind hem echt nog steeds geweldig. Hij is al wel bijna op helaas. Mijn wenkbrauw hier vandaag is echt niet goed gelukt. Hij is veel te hoekerig. Maar ik had geen zin om weer opnieuw te doen. Kijk hoe mooi dit mijn gezicht maakt. Voor maar 6 euro van de Pri. Hij is mooi mat. Hij blijft ook gewoon lang goed zitten op je gezicht. Hij dekt echt heel veel. Hij heeft echt een volledige dekking. En dat vind ik echt top. Dus I love it. Het is ook echt een dupe van de Estée Lauder Double Wear. Oké, dan een van de oudste concealers die ik heb. Die gebruik ik niet meer omdat ik hem niet goed vind. En dat is de Touche Eclat of zoiets van Yves Saint Laurent. Deze dekt echt voor geen meter. Deze is duur en hij dekt niet. Ik heb de kleur 1.5. Tenminste, dat staat hier onderop. Ik denk dat dat de kleur is. Ik moet wel erbij vermelden dat hij ook niet wordt verkocht als dat hij volledig dekt. Dit is meer iets wat het hieronder zo moet verlichten. Maar ja, ik ga niet heel de tijd een normale concealer aanbrengen en dan nog dit erop alleen maar om te verlichten. Ik heb ook gewoon genoeg concealers die gewoon allebei doen. Dus vandaar dat ik hem niet echt meer gebruik. Hij brengt hem niet meer zo goed aan. Ik weet niet of hij nog wel goed is, jongens. Normaal bracht hij wel gewoon goed smooth aan. Maar ik zie nou dat hij er een beetje vreemd uitziet. Ik denk dat deze niet meer echt te gebruiken is. Don't try this at home. Maar ik ga hem toch nog gewoon nou even gebruiken. En dan pleur ik hem weg. Nou weer inblenden met mijn spons. Ja, kijk. Hij verlicht wel echt zoals je kunt zien. Alleen er is gewoon bijna geen dekking, jongens. Dus dat vind ik altijd minder. En zoals ik al net zei, ik heb genoeg concealers die het ook gewoon allebei doen. Dus vandaar dat ik die niet meer gebruik. Hij is ook best wel duur, dus ik vind het dat echt niet waard. Een van mijn oudste poeders is van Nabla. En dit is de Close-Up poeder, volgens mij. Setting powder. Ja, Close-Up Baking Poeder. Deze is in principe oké. Ik vind hem niet slecht of zo. Maar echt de reden waarom ik hem dus niet meer gebruik is omdat deze verpakking super onhandig is. Ik krijg gewoon echt bijna heel de tijd niks eruit, hoe hard ik ook druk. En als ik heel de tijd helemaal die effort moet doen om een beetje poeder eruit te krijgen, ja, dan ga ik het gewoon niet meer gebruiken. Dus ik moet altijd helemaal super hard drukken. Ik hoor dit, hè.
En dit beetje is wat er uitkomt. Ik hoop dat je het kunt zien. Dus er komt echt gewoon bijna niks uit. Dit is een super onhandige verpakking. Oké, mensen, ik heb iets gedaan. Ik heb gewoon dit eruit gehaald. Zo, nou heb ik het gewoon opgelost. Dat ik hier niet meteen aan heb gedacht. Nou, die poeder ga ik dan een beetje aanbrengen overal waar ik concealer heb gedaan. Ja, kijk, hij maakt mijn gezicht altijd mooi. Ik vond hem altijd al goed, maar gewoon puur omdat ik er bijna niks uit kreeg. Maar nou heb ik dat gefixt, dus dit vind ik wel handig. Ik denk dat ik hem gewoon weer ga gebruiken voortaan. Ik weet niet hoe lang een poeder goed blijft, maar ik denk qua poeders dat je er echt wel lang mee kunt doen. En hij is wel bijna op, dus ik denk dat ik hem gewoon weer terug ga doen hier in mijn la en gewoon weer ga gebruiken. Toppie, jongens. Een poedercontour. Mijn oudste paletje was mijn NYX contour paletje, alleen die heb ik dus echt net weggegooid. Voor de rest heb ik niks wat echt heel oud is, dus op dit moment is iets wat ik net heb, dus mijn oudste. En dat is mijn Kat van die Shade & Light Contour Poeder in de kleur Deep. Dus deze ga ik gebruiken voor mijn neus en mijn wangen. Ik breng dan ook nog altijd een hele lichte pressed poeder aan hier zo, om het een beetje te verlichten en extra te dekken. Ik heb een haartje hier, wat is dit? En een van de matte pressed poeders die ik al het langste heb. Hallo, ga eens weg. En een van de pressed matte poeders die ik al het langste heb is van Revolution, de matte base poeder in de kleur P2. Deze poeders zijn by the way super goedkoop en super fijn. Ik had er ook over verteld in mijn make-up onder de 5 euro video. En ik heb hem ook in de kleur P10 en die gebruik ik als bronzer. Dit zijn echt hele fijne matte poeders en ze zijn ook echt heel lichtgewicht. Dus ze maken je gezicht niet nog extra dikker. Dus dat vind ik er zo fijn aan. Zo druk ik zo helemaal in. En dan pak ik ook nog een kwastje om het een klein beetje weer weg te halen. Dan is het klaar eigenlijk. Dan heel even een beetje fixing spray om alles mooi in elkaar te laten smelten. Eentje die ik echt al het langste heb is de Fit Fix van Makeup Obsession. En ik vind hem ook heel fijn, lekker betaalbaar en hij laat je make-up echt heel lang erop zitten. Ik ga nou even beginnen aan mijn ogen. Oogschaduwpaletten was iets waarvan ik niet echt precies wist welk paletje ik nou eerst had. Maar een van mijn oudste paletjes is zeker mijn Zoeva Cacao Blend Palette. Of Cacao Blend of Cocoa Blend. Ik weet niet hoe je het zegt. En dit paletje heb ik echt al jaren. Al vanaf het begin van mijn kanaal of zo. Kijk, deze kleuren. Het zijn hele mooie matte en glanzende kleuren. Het zijn ook hele draagbare kleuren. Dus ideaal voor everyday looks. En je kunt ze ook wat heftiger maken voor in de avond. En dit paletje heb ik echt zo vaak gebruikt. Ik had hem ook gebruikt in een verjaardags make-up look video. En ik vind hem echt top. Vooral de kleur hier, die is echt vaak gebruikt. Ik weet niet of je het echt goed kunt zien op beeld. Maar die heeft gewoon echt een hele deuk. Dus dit was echt een van mijn eerste paletjes. En ook een van mijn eerste dure paletjes. Dit paletje is 20 euro volgens mij. En dat kon ik echt vooral toen niet 1, 2, 3 betalen. Dus dat was voor mij een beetje high-end. Zoeva is niet heel goedkoop, maar ook niet heel duur. Het is een beetje in between. Maar dit paletje is echt zeker een aanrader. Hij is nog gewoon te koop. En ik ga even hiermee een lookje maken. We gaan inzoomen op de ogen. Nou, we zijn weer lekker up, close en personal in mijn gezicht. Ik ga dus nou beginnen aan de ogen. Ik heb al een soort van geprimed met de concealer, dus dat hoeft niet meer. Kijk, zoals je kunt zien is het vooral een bruinig paletje. Ik denk dat ik vandaag voor een beetje donkerachtige smoky look ga. Ik begin met de glanzende kleur hier. Die heet Infusion. Dit is een beetje een zwarte glitterige kleur. En die breng ik aan met mijn BH Cosmetics kwast nummer 102. En ik heb hem nat gemaakt met fixing spray. En die kleur breng ik dan zo aan over mijn hele ooglid. Dan pak ik de hele donkerbruine matte kleur hier. Die heet Beans Are White. En met die kleur ga ik een beetje blenden bij de randen. De kwast die ik hiervoor gebruik is de Diffused Crease Brush E38 van Sigma. En dan ga ik gewoon een beetje zo langs de randen ermee. En dan pak ik de lichtbruinige matte kleur hier. Die heet Substitute for Love. En dan pak ik een grote fluffy kwast van BH Cosmetics nummer 101. En daarmee ga ik dan nog meer blenden bij de randen. En dit maakt het dan weer ook iets meer bruin. En nou, door al het geblend is de zwarte glanzende kleur hier een beetje vervaagd. Dus die breng ik dan weer ietsje meer aan.
Zo, en dan is het helemaal mooi geblend. Ik vind altijd dat het op beeld minder goed geblend lijkt dan in het echt. Ik vond het ook grappig, want mijn zus Samira, die ook een YouTube kanaal heeft, abonneer ook op haar kanaal, die heeft ook laatst een make-up video gemaakt en zij appte mij van waarom ziet het op beeld zo niet mooi geblend eruit, maar in het echt wel. Maar dat is het altijd. Het is gewoon alsof de camera het geblend niet helemaal goed oppakt. Dus ik blend gewoon altijd door totdat het er op beeld goed uitziet. Dus niet in het echt. Dus dat had ik toen haar ook geadviseerd. Zo, dit geblend ga ik nou ook even doen. Bij het andere oog ben ik zo terug. Dan ga ik alle drie de kleuren die ik nou hier heb gebruikt ook aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Dan wil ik ook een zwart oogpotloodje aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Daarvoor gebruik ik mijn Huda Beauty oogpotlood. Deze heb ik al het langste, dus deze ga ik gebruiken. En die heeft twee kanten. Die heeft hier een liquid. Daarmee ga ik de wing maken. En hier gewoon een zwarte oogpotloodje. En die ga ik aanbrengen in de waterlijn. En ik breng dit ook aan in de waterlijn hierboven. En dan maak ik ook een wing met de andere kant. Oké, dan mascara. Ik heb dus een week terug mijn twee oudste weggegooid. Dus op dit moment is mijn oudste mascara, mijn Essence Bye Bye Panda Eyes Mascara. Die gebruik ik niet echt meer, want ik vind de Essence Princess... mascara en zo fijner. Dus vandaar dat ik hem bijna niet meer gebruik. Maar ik vind hem niet slecht of zo, maar ik vind hem gewoon slechter dan de andere. Oké, dan wimpers. Wimpers is ook weer zoiets waarvan ik er al een heleboel heb weggegooid. Ik heb dus laatst ook een video geplaatst over waarin ik mijn hele make-up room heb opgeruimd. Dus vandaar dat er nou ook heel veel weg is. Op dit moment zijn deze AliExpress wimpers mijn oudste wimpers. Ik weet ook niet meer precies welke dit zijn, maar ik ga ze even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Ik ga nou mijn gezicht bronzen. Een van mijn oudste gezichtspaletjes waar ook mijn oudste bronzer in zit, is mijn Benefit Cheek Parade. Deze is al echt van 2 of 3 jaar geleden of zo. En hierin zit ook de Huda bronzer. Zoals je kunt zien, vaak gebruikt. Het hele paletje is vaak gebruikt. Je hebt hier de Huda Light voor de lichtere huidskleur. Maar ik gebruik de gewoon normale Huda. En daarmee ga ik even mijn gezicht bronzen. En zoals je kunt zien heb je hier ook 3 Benefit blushes. En dit zijn ook echt mijn oudste blushes. Er is geen enkele blush die ik hier nog heb in mijn la die ik had voor dit paletje. Ik ga voor de matte roze kleur hier beneden. Die heet Dandelion. Ik moet zeggen, ik vind de Benefit blushes niet zo fijn. Omdat ze gewoon bijna geen pigment hebben. En ik gewoon 100 keer moet aanbrengen. Maar de beste van de Benefit blushes vind ik dus echt die. Daar komt echt het meeste pigment vanaf. Mensen, dit paletje, ik kon die echt niet betalen. Die was echt duur. Was echt €60. Of zo. En ik weet nog dat ik hem gewoon toen had gehaald. En ik iets had van schijt aan. Ik ga hem gewoon halen omdat ik hem gewoon zo graag wil. Terwijl ik het helemaal niet kon betalen eigenlijk. Maar ik was er zo happy mee. Oh my god. Goeie oude tijd. Dan highlighter. Een van mijn oudste highlighter paletjes. Deze was heel makkelijk. Is de ABH Glow Kit. Sun Dipped Glow Kit. Deze heb ik echt al een aantal jaar. Is ook vaak gebruikt zoals je kunt zien. Ik vind die kleur echt geweldig. Ik vind het echt nog steeds een goed paletje. Hij is nog gewoon te koop. En ik raad hem ook zeker aan. Dit is echt een van mijn beste highlighter paletjes. En ik ga weer gewoon in met die kleur. Dan lipstick, dat is ook niet echt heel makkelijk. Ik heb een aantal oude lipsticks. Ik weet niet precies welke ik het eerst had. Maar zeker een van mijn oudste lipsticks is deze van Clinique. In de kleur 01 Nude Pop. Deze vind ik ook nog steeds echt toppie. En hij is ook bijna op. Dat hij bijna op is zegt heel veel. Want mijn lipsticks gaan echt bijna nooit op. Deze was €20. Is €20. Hij is nog te koop. En ik weet nog ook weer bij dit product dat ik... eigenlijk het geld er niet voor had. Maar ik had gewoon mijn €20 gepakt en hem gewoon gekocht. En dit was ook weer een van mijn eerste luxe lipsticks. Zo, en dan weer mijn Make-up Obsessions Fit Fix Spray. En dan zijn we klaar. Nou, dit is dan de make-up look. Wat vinden we ervan? De ooglook is een beetje anders gedaan dan wat ik in mijn hoofd had voordat ik de video begon. Ik wilde gewoon gaan voor een meer bruine nude eye. Maar het is meer zwart smoky geworden. Maar dat maakt niet uit. Ik ben heel blij met mijn gezicht. Alle make-up producten vond ik fijn in principe. Vooral behalve de concealer. Die vind ik echt, dat is echt een no-no. En de blush is ook niet echt mijn favoriet, maar voor de rest ben ik blij met wat ik allemaal heb kunnen gebruiken. Dit was dus de video met mijn oudste make-up.
Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video. Ik vond het ook weer heel leuk om te doen. Want ik heb weer make-up producten kunnen gebruiken die ik al een hele lange tijd niet heb gebruikt. Dus dat vond ik weer leuk. Zo gaat de make-up ook een beetje op. Als je nog meer van dit soort video's wilt zien, let me know. Dat maak ik heel graag. En ja, dit is het dan. Ik hoop gewoon dat iedereen echt heeft genoten van de video. En de make-up look mooi vindt. En weer gewoon even is afgeleid van wat er op dit moment allemaal aan de hand is. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!